Tennis is groot in Nederland. Meer dan 1 miljoen mensen zijn regelmatig te vinden op de tennisbaan. En dat is niet zo gek, want tennis is voor iedereen. Nederland telt 1650 verenigingen, allemaal verschillend, op prachtige locaties, bijzondere verhalen of unieke belevingen. In deze serie bezoeken wij provincies om deze tennislocaties met een verhaal in beeld te brengen. Den Haag en Rotterdam. Een beetje van beide is het vandaag. Maar zeker niet minder mooi. Een park midden in het water. En een monumentaal pand waar je echt heen wilt. Maar toch beginnen we met een item voor de jeugd. Helaas is er niet altijd voor iedereen de mogelijkheid om te tennissen. Dus gaan we op bezoek bij de Richard Krajicek Foundation. De foundation die het mogelijk maakt om juist wel iedereen te laten sporten. Een prachtig initiatief en gelukkig ook zo groeiende. Ik ben Gerlinde van Raalt, de directeur van de Krajicek Foundation en we staan hier op Playground Hondius in Den Haag. Dit is de allereerste Krajicek Playground in Nederland en vandaag vieren we de heropening. Want dit is de plek waar het allemaal begon, 25 jaar geleden. Er groeien zoveel kinderen op in Nederland die niet van huis uit de mogelijkheid hebben om naar lid te worden van een tennisvereniging of om dicht bij huis te kunnen sporten en spelen. We hebben nu 127 Krajicek Playgrounds in Nederland in 42 gemeenten, dus echt wel heel wijd verspreid. En op die playground zijn ongeveer 230 scholarshippers actief. En dat zijn jongeren uit de buurt van de playground die we studiebeurs uitreiken in ruil voor activiteiten, het organiseren van activiteiten op de playgrounds. En dat is ook het programma wat we echt naar de toekomst toe willen versterken. Dus nog veel meer rolmodellen uit de eigen buurten van de kinderen opleiden om die activiteiten te kunnen organiseren. Ik ben Rehan en ik kom uit Den Haag. Ik zit niet hier op school, maar ik zit bij de Wijmerstraat op school. Er zijn wel wat meer pleintjes waar ik soms ook wel ga. Newtonplein bijvoorbeeld, maar dit vind ik dan wel echt de leukste. Je hebt hier van alles te doen. En het liefst natuurlijk ook het aantal playgrounds verder laten groeien. Want hoe meer kinderen lekker buiten kunnen spelen en bewegen, hoe beter natuurlijk. Onze missie is echt wel om kinderen naar buiten te halen en daar lekker actief bezig te laten zijn. We gaan over naar het Rijksmonument midden in Den Haag. Zelfs prinses Juliana heeft hier nog gespeeld. Wow! Mijn naam is Ralf van Ginkel. Ik ben eigenaar van Tennispark Marlot en ook eigenaar van Tennisschool Marlot. En het is een Rijksmonument en wij willen hier eigenlijk het mooiste sportdorpje van maken in de binnenstad van Den Haag. Het maakt het zo uniek binnen Den Haag, omdat het is een Rijksmonument uit 1927. Dat betekent niet dat we zomaar het dak oranje mogen schilderen of van andere kleur. Het is omringd is het met fruitmuren uit de 16e eeuw en het ligt midden in een bos. We hebben nu 350 leden. Maar je kan toch ook gewoon een losse baan huren? Als je zegt ik wil een buitenbaan huren voor een uurtje, dan is dat 20 euro. We hebben 15 tennisbanen, 2 binnen, 13 buiten. Het is de eerste binnen tennishal van Nederland. Binnen hangen de foto's nog van Juliana die hier op jute tennisbanen die ze toen nog hadden een balletje aan het slaan was. Een echt pareltje dus. Bij die binnenhal wil ik ook een keer spelen. Deze tennisvereniging ligt in Rotterdam en het is een van de allermooiste van Nederland. Mijn naam is Marnix Haasnoot. Ik ben de penningmeester van de tennisvereniging Lommerijk. Lommerijk is een prachtige vereniging in Rotterdam. Lommerijk heeft een prachtige locatie. Het ligt in het water. Het is omgeven door veel groen, veel bomen. En dat is een ontzettende fijne plek om te kunnen tennissen. En we onderhouden het park erg goed. We hebben ook een gezonde groencommissie. We vinden het heel fijn dat het hier zo'n fijne omgeving is. En het ligt ook in het water. We kunnen af en toe naar de bootjes zwaaien die langs varen. Dus het geeft een goed vakantiegevoel. Een vakantiegevoel kan je wel zeggen, ja. Hoe mooi om midden in dat water te spelen. Of wellicht eerst tennis en dan een bootje varen. Hoe ideaal. We komen snel bij je terug voor meer moois.